Samen zingen, bidden, delen en dromen. Online ontmoeten en bij elkaar komen. Zoveel gezichten, verhalen en namen. We zijn weer even samen. Ja, lieve mensen, van harte welkom in deze 10e aflevering van Even Samen. En ik zit hier nog steeds. Ik had het zelf niet verwacht. Het gaat in ieder geval goed met Jaap, dat kunnen we wel zeggen. Maar hij is er nog niet helemaal. Dus ik neem het nog een keertje van hem over. En dat vind ik eigenlijk heel erg leuk om te doen. Het begint elke keer leuker te vinden. En wie is er nog meer? Ja, dat is ook weer een grote verrassing. Ik ben het. Nou. Terug van weg geweest. Ja, inderdaad. Nou, we hadden hier natuurlijk een aantal weken Christine zitten. En die zou eigenlijk vandaag ook nog hier zitten. Maar ja, die voelde zich ook niet zo lekker. En toen opeens was je daar. Dus ik was er weer. Ja, ik dacht, nou, weet je, ik doe het gewoon weer. Hartstikke gezellig en leuk om even betrokken te zijn. Dus ja. Vandaar. En waar is de kleine? Ja, de kleine is bij oma. Oh, die is bij oma. Dus het eerste afgekolven flesje melk is meegegeven. Nou, we gaan oma meenemen in de aftiteling als kinderoppas. Ja, toch? Ja, dat moeten we doen. Want ja. Zonder oma had jij hier dus niet gezeten. Nee, dus dat, nou, maar leuk. We gaan het dus samen doen. Voor het eerst in deze samenstelling. Dus ik ben heel benieuwd. Gaat helemaal goed komen. Maar er zit heel veel leuks in de uitzending. Leuke items. We gaan natuurlijk weer bakken. Dat is er straks meer over. Ja. Een vergeetmeliedje en een kaartje vanaf de camping. Dus ik ben benieuwd. Heel bijzonder. Beetje de vakantievibes. Inderdaad. Maar nu eerst? We gaan eerst naar Bakken met Bappies. En we hebben deze keer geen cupcakes. We hebben vorige keer natuurlijk al wat afwisselend gehad. Maar ook deze keer weer iets heel anders. Dus ik ben heel erg benieuwd waar we straks lekker van gaan smikkelen. Dit is Jim. Dit is Vief. En wij gaan vandaag een pannenkoekentaart maken. We gaan vandaag dus een pannenkoekentaart maken. En daarvoor moeten we eerst heel veel pannenkoeken bakken. Alleen, we moeten nog even het beslag maken. En ik heb hier het pak. En wat hebben we nog nodig? Kun je dat zien? 80 milliliter halve melk. Ja, en twee eieren. Twee eieren. Nou, we hebben heel toevallig zoveel milliliter melk en twee eieren. Dus dat moet helemaal goed komen, hè? Ja. Kan jij er 80 in doen? Ja hoor. Dat kan jij al, hè? Kijken. Oh, er staat trouwens 800, nog meer. Dus we moeten nog tot de 800. Volgens mij is het gewoon alles. Precies. Kijk. 800 milliliter dus. En als laatste twee eitjes. Nou, als dit geen lekkere pannenkoeken worden. Hey, misschien kunnen we de kijkers thuis alvast iets meer vertellen over wat we tussen de pannenkoeken gaan doen. Om het wel echt een goede taart te laten maken. Want we hebben chocopasta, poedersuiker. Even stiekem achter ons kijken. Sprinkels. En als laatste lekkere aardbeien. Nou, als dat niet lekker wordt, dat is een flinke slag dit. Hey Jim, kan je misschien alvast een beetje vertellen voor wie je deze taart gaat maken? Ja, voor mijn oma. Voor je oma? En waarom voor je oma? Omdat ze altijd rap. Ach, ja. Dat is wel heel rot, hè? Zie je je oma nog wel vaak? Ja. Ja? Regelmatig wel? Ja. Gelukkig. Nou, ik denk dat ze deze taart wel heel erg lekker gaat vinden. Ik weet het zeker. Nou, ziet er wel goed uit, Jim. Ja. Ik zet alvast het vuur aan. Nou, en dan kunnen we zo gaan bakken. Ik heb er wel zin in. Ja, ik ook. Ze zeggen altijd, de eerste pannenkoek mislukt altijd. Maar wij gaan ervoor zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Nee. Nou, dat ziet er heel veelbelovend uit, maar Corné, ik heb het idee dat jij wel elke keer pech hebt. Nou ja, kijk, als ik één ding mee heb gekregen in de tijd dat jij het samen met Jaap presenteerde, is dat hij vooral zat te eten tijdens de uitzending. En ik ben hier nu voor de tweede keer. Ik heb het idee dat er gewoon heel weinig gewoon voor ons overblijft. Eigenlijk bijna niks. Ja, dat is jammer. Dus goed. Dan moet ik het maar op een andere manier regelen. Maar het ziet er heel lekker uit. Dus ja. We worden gepijnigd met de geuren die hier door de haven heen
Maar ik ben bang dat er weinig in zit dit keer. Ja, nou, ik heb geluk gehad, want ik was er 3 keer niet. Maar ik heb eigenlijk maar 1 keer het baksel gemist. Want ik ben 1 keer bij Rosanne op zoek geweest. Toen mocht ik mee eten. En er werd een keer bij me thuis gebracht. Nou, dus ik heb wel geluk. Maar misschien komt het nog. Goed, we gaan in ieder geval door met het volgende item. Want de aflevering zit best wel vol. En ik weet dat de vorige uitzending was bijna 50 minuten. Nou, dat was heel wat, omdat helemaal uit te kijken, maar gelukkig hebben heel veel mensen dat gedaan en daar zijn we ook heel blij mee. Dit is een van de laatste afleveringen overigens van Even Samen, tot aflevering 12 en dan zit het erop. Dus, maar nu hebben we nog een wandeling, ook een van de laatste edities, want het wordt afgewisseld met Jaap in beweging. Ik weet niet of Jaap volgende keer alweer in beweging is, maar... We gaan het zien. In ieder geval, nu de wandeling en dat is dit keer een fietseditie. Ik ben Peter Alblas, ben 46 jaar, ik woon in Valkenburg. Ik ben getrouwd met Annemarieke. We hebben 2 kinderen. Hey Peter, hoe lang fiets je eigenlijk al? Ik fiets nu een klein jaartje. Eigenlijk met corona ben ik daarmee begonnen. We hebben een vriend van mij een keer een weekend weg cadeau gedaan. En dat was fietsen in Winterberg. Dat is zo goed bevallen. Dus daarna ben ik eigenlijk begonnen met fietsen. En nu een goed jaar zijn we bezig. Dus nou, het valt goed. Ja, ja. Absoluut. Ja. Mooie ritjes gemaakt. Mooie ritjes gemaakt. Ik moet wel zeggen, het is nog wel af en toe een opgave. Maar aan het einde heb je toch een heel voldaan gevoel. Dat is ook wel erg lekker, moet ik zeggen. En lekker buiten. En lekker buiten, absoluut. Nou, laten we een stukje rijden dan. We gaan even een stukje fietsen. Hey, we hebben al een tijdje de livestreams en Even Samen. En, volg je het wel eens? Ja, ja. De livestreams die volgen sowieso wel iedere week. Ik moet wel zeggen, het is dermate goed dat je... Eigenlijk hebben wij nog niet ingetekend om bij een dienst aanwezig te zijn. Dus wij kijken het vanaf de bank met een bak koffie. En dat gaat eigenlijk heel erg goed, moet ik zeggen. Ja. Goede dus, kwaliteit. Goede kwaliteit. Koffie ook. Nee, zie je er nog wel naar uit om toch een keertje naar de podium te komen? Nee, absoluut. Zeker als ik denk dat je dat wij-gevoel moet hebben. En er zijn al genoeg kerken waar het heel erg leeg loopt. En ik vind juist met z'n allen samen zijn wat het zo mooi maakt. Met z'n allen zingen en elkaar te ontmoeten. Dus dat, nee, kijk er zeker naar uit. Alleen, ja, voor de tijd. Voor nu eigenlijk vind ik het wel heel plezierig gaan. Ja, absoluut. Ja, nou, mooi dat die techniek er is. Ja, zeker weten. Ja. Hey, we gaan zo nog even een sprintje trekken. Hey Peet, nou fietst. Ja. Maar je doet nog meer aan sport, hè? Ik doe ook aan tennis. Dat doe ik eigenlijk al meer dan 30 jaar. Maar mijn eerste les is ooit van zuster Nel van der Plas Soeverein geweest. Kijk. Daar heb ik mijn eerste tennislessen bij ZNN al gekregen. Ja. En die heeft mij wel heel enthousiast gemaakt. Dus na 30 jaar tennis ik nog steeds, dankzij deze zuster. Ja. Heb je dat wel eens tegen haar gezegd? Ja, laatst zei ik nog tegen, maar ik had het idee dat ze het niet eens door had wat ik zei. Nou, je mag nog even bedanken. Zuster Nel van der Plas, heel erg bedankt voor mijn tenniscarrière. En dankzij u ben ik daar aan begonnen en doe ik het nog steeds met heel veel plezier. Heel erg bedankt daarvoor. Mooi. Zo, wat een slokje. Ja, ontzettend leuk om te zien hoe gemeenteleden zo op verschillende manieren met elkaar verbonden zijn. Nel van der Plas zat hier vorige week ook en vroeger was ze mijn zondagsschoollerares. Dus mooi om te zien dat we ook zo op allerlei vlakken iets voor elkaar kunnen betekenen.
En nu gaan we door naar het item op de post. We hebben weer een hele mooie bak met kaarten. Dus wil je een kaart sturen, doe dat ook vooral. Nou, ik ben natuurlijk net bevallen. En ik moet ook zeggen dat ik ontzettend verrast ben door alle gemeenteleden die een kaartje naar ons hebben gestuurd. Onze hele wand hakt vol en het is zo bemoedigend. Ja, wat deed dat met je? Ja, en het is echt, je wordt er heel vrolijk van. Dat je elke keer denkt, weer een stapeltje post. Dus ik heb zelf ook afgelopen week nog 2 kaartjes gestuurd. Omdat ik gewoon geïnstrueerd ben door het gevoel dat het mij heeft gegeven. Dus ga vandaag ook weer kaart schrijven. Ja, maar dat zou toch mooi zijn als we dat meenemen uit deze coronaperiode. Dat we gewoon geleerd hebben om op een hele eenvoudige manier een stukje aandacht aan iemand anders te geven. Zeker. Ja. Maar nu zit hier niemand. Nee. Oh nee, wat gaan we doen? De stoel is leeg. Maar vorige keer hadden we natuurlijk ook iemand die op locatie een kaartje schreef. Dat was Marion Kuipers. Ja. En dit keer hebben we iemand, want het is Pinksterweekend geweest. En vakantie voor sommigen. Iemand die op de camping zit. Gezellig. En die vanaf de camping even de moeite wil doen om een kaartje te schrijven voor iemand. Dus we gaan er gewoon even bellen. Nou, hartstikke leuk. Want dat is vast geen onbekende voor jou. Dat is Elisabeth van Delft. Oh, leuk. Ja. Nou, hoop ik dat ze een kaartje al mee heeft genomen. Dat is, Elisabeth is altijd heel goed voorbereid. Dus, ja. En dat ze een beetje een leuke vakantie heeft, want het is wel echt stormachtig weer. Ja. Hey Elisabeth, met Corné. Hey Corné. Vanaf de camping. Ja, klopt. Ik ben in Brabant. Nou, hartstikke leuk. Nou ja, ik zat gelukkig net wel overdekt, maar je ziet het achter mij. Oké. Jij gaat in deze aflevering een kaartje schrijven op de post voor iemand. Ja, klopt. Nou, vertel eens. Ja, ik ga hem schrijven voor Marielle van Duin. Want het is een ontzettende lieve zuster in de eer. Echt een topvrouw, een topmoeder, een topdochter, een topzus. Vooral, ik ben heel dankbaar dat ik haar en ook vele anderen hoor echt mogen leren kennen. Ze is, ik kan natuurlijk niet in detail treden, maar ze is echt een geweldige, lieve vrouw. Nou, hartstikke leuk. Hey, ga je hem nu schrijven of schrijf je hem straks? Ik heb hem net geschreven. Ik zal hem niet vergeten op de post te doen. Oké. Je bent nog niet weggewaaid. Nee, we hebben ook nog goed weer gehad hoor. Gisteren zeker. We hadden nog gebarbecued op een veld met toch wel een paar andere koppels. Dus ontzettend gezellig hier. Vandaag is het weer wat minder, maar we gaan naar huis. Dus helemaal prima. Hey, geniet lekker van je vakantie. En tot snel. Hey, doei je. Doei. Nou, we hebben nu wel een gast aan tafel. Janneke, hartstikke leuk dat je bent. Welkom. Ja. Je bent hier voor het Vergeet Me liedje. En je hebt een heel bijzonder nummer uitgekozen. Welk nummer heb je Hier gekozen? Is mijn hart, ja. Opwekking 802. Opwekking 802. Ja, wij hoorden al opwekking 802. Welk nummer zou het zijn? Maar Hier is mijn hart, Heer. Ja. Dat heeft voor jou een bijzondere betekenis. Ja, ik vind het heel mooi. Want vooral dat eerste couplet wat er dan... Dat daarin staat dat ik geliefd ben en aanvaard. En dat God ook een God van herstel is. Ja, die woorden die vind ik juist heel mooi. Ja, die spreken jou als bijzonder mee aan. Ja. En hoe heeft dat dan... Hoe uit dat zich in je leven? Nou, het is wel... Ja, ik heb denk een paar jaar geleden heel... Ja, laat ik maar zeggen, een proces doorgemaakt. Ja. Dat ik echt met mezelf... Dat ik op zoek ging naar wie ik nou eigenlijk ben. Ja, dus een beetje een stukje identiteit. En ook dat ik ontdekte dat ik eigenlijk mezelf niet goed kon aanvaarden. Dat ik ook altijd een leeg gevoel had. Ook al ben ik al heel lang christen. Ja, en dat is eigenlijk een zoektocht geworden met ook hulp. En, maar ook dat ik echt denk, ja, God heeft mij daar wel... een stukje in hersteld. Kan ik nu zeggen eigenlijk. Daarom denk je, als ik dit dan zing, dan vind ik het... Is eigenlijk een verwoording. Dan doet het me weer daaraan denken, aan die tijd. Ja. Ja, het is een verwoording eigenlijk van je getuigenis. En ook een waarheid om steeds eraan herinnerd te worden. Ja. Mooi. Ja, ik denk dat we dat al voor ons allemaal een waarheid is... waar we echt door bemoedigd mogen worden. Ja. Dus ook Gods liefde is zo bijzonder... Ja. We mogen ons echt altijd sterk en kracht geven. Ja. Dus dank je wel dat je dit nummer hebt gekozen. Ja. En ik stel voor dat we daarna gaan luisteren. Ja.
Prachtig. Bedankt. Mooi gezongen, ja. Jaël en Raoul. Hartstikke mooi. En bijzonder, Janneke, als je dit zo kan beamen. Dat geldt voor ons allemaal. Als je dit kan zeggen. Hier is mijn leven, hier is mijn hart, Heer. Ja. Dankjewel voor je komst.
Ja, dat was leuk. Zeker. Ja. Nou kijkers, we zijn aangekomen bij de 3JDDB Bijbelquiz en we naderen de ontknoping, want als we achter ons kijken op het bordje, dan zien we dat de beide Kezen inmiddels vergezeld zijn van Jack die ertussenin is gekropen. En wie weet dat na vanavond er een nieuwe top 3 is. Paul, jongen. Jij hebt wel een achtergrond waar sommige dingen wel een beetje erin ge... Ja, nou, de achtergrond is er wel. Maar goed, ik ben ook al wel een jaar of 10 uit die gemeente weg. Oké. Okay. Dus ja, het is ook een beetje weggezakt. We zullen het zien hoe ver je komt. En uiteindelijk is het natuurlijk gewoon bedoeld dat iedereen hier enthousiast over wordt. Sorry. En ook deel gaat nemen aan de 3JDB, het Bijbelleesprogramma. Waar ook onze jurylid Henk Imtoorn aan verbonden is. Henk, welkom. Ja. Je hebt weer je best gedaan om er een flinke pittige quiz van te maken. Ja, nou, volgens mij is hij gewoon weer te doen. Dus, Nou, we gaan beginnen met de eerste twee rondes, waarin je vermenigvuldigingsfactor wordt bepaald. Ben je er klaar? Ja, natuurlijk. Roeping van God, dat is het thema. Vele mannen en vrouwen worden geroepen door God voor een belangrijke taak. Toen deze man geroepen werd, was hij bezig om tarwe uit te kloppen in een wijnpers. Dit deed hij omdat hij zich verborgen hield voor de vijand. Echter, als de engel van de Heere aan hem verschijnt, noemt hij hem een strijdbare held. God zag wat hij van hem kon maken. Wie was deze man die zo geroepen werd? Ik heb geen idee. Gideon. Oké. Okay. Gideon wordt geroepen door God om met een leger de Midianiet te verslaan. Er is echter één probleem voor God. Het leger is te groot. Meerdere keren wordt het leger verkleind. En hoe groot is het leger uiteindelijk waarmee Gideon het leger van de Midianieten verslaat? 40 man. 300 man. 300. We gaan naar de evangelie. Wie weet is dat wat wie weet. Ja. Het verhaal van Jezus is zo rijk dat het niet slechts door één auteur opgeschreven kon worden. Vanuit vier verschillende oogpunten wordt zijn verhaal beschreven. De een had daar meer woorden voor nodig dan de ander. Wie van de evangelisten schreef het kortste evangelie? Zo. Ik twijfel. En ik ga voor Marcus. Heel goed. Er zijn dus vier evangelisten die Jezus woorden en wonderen beschreven. Toch eindigt één evangelie dat als alle dingen die Jezus deed beschreven zouden worden, dat de hele wereld de boeken niet zou kunnen bevatten. Welk evangelie was dit? Johannes. Heel goed. Kijk. Kijk, nu komt toch weer een beetje terug. Thema Job. Job is iemand die erg veel te verduren had. Hij verliest al zijn kinderen. Hij verliest al zijn rijkdom en als laatste verliest hij ook zijn gezondheid. Het is zelfs zo erg dat iemand tegen hem zegt: hou nog steeds vast aan je vroomheid. Zeg God vaarwel en sterf. Wie zei dit tegen hem? Zijn vrouw. Heel goed. Nadat Job een lange tijd in discussie is geweest met zijn drie vrienden, begint Elihu te spreken. Hij is boos op zowel Job als op zijn drie vrienden. Wat was de reden dat Elihu pas als laatste spreekt? Kies uit de volgende mogelijkheden. A. Hij wachtte uit beleefdheid, omdat hij veel jonger was dan de rest. B. Hij wachtte omdat hij geen vriend van Job was en eerst zijn vrienden wilde laten spreken. C. Hij wachtte omdat hij de wijste was en eerst wilde luisteren. Nou, de derde klinkt het mooiste. Laten we die maar doen. Schokje. Is verkeerd gegooid. Ja. Het goede antwoord was A. Hij wachtte uit beleefdheid omdat hij veel jonger was dan de rest. Dan gaan we naar Wie ben ik? Je weet hoe het werkt, hè? Als je te snel bent, dan hou je geen punten over als je het fout hebt. Maar elke vraag levert lang, of elke extra hint levert je een punt minder op. Hint 1. Ik ben getrouwd met Lapidot en de Israëlieten komen voor de rechtspraak naar mij toe. Doe mij de volgende. Hint 2. Koning Balak van Israël wilde niet zonder mij ten strijde trekken tegen koning Jabin van Kanaan. Ja, dat is een lastige. Ja, dat klopt. Doe er nog maar een. Hint 3. Als profetes profeteerde ik dat God de vijandelijke legerbevelhebber Sisera zal overleveren in de hand van een vrouw. Dus het is een vrouw. Ja, die conclusie had ik ook getrokken.
Ja, nee, er gaat geen lampje aan gaan. Hint 4, dan denk ik wel. Ik ben de enige vrouwelijke rechter die genoemd wordt in de Bijbel. Ja, ook die had ik wel kunnen gokken dan, maar de naam. Echt niet? Nee, echt niet. Deborah. Deborah, ja. Ai. Ja. Nou, dat voor de... Hij was toch verpittig dan. Ja. En wat grappig is, dat waar die wie ben ik vraag, dat op vrouwen, als ik die oefende, wisten ze heel snel bij de eerste hint al, of bij de tweede. En mannen, die hebben er niet moeite mee, inderdaad. Dus nou, dat is wel, nou ja, ik zat wel gelijk op bij de eerste, dat ik dacht van, nou, dat moet een rechter zijn. Maar, of bij de tweede, dat moet een rechter zijn. Dus, ja. Maar goed, ja, dat maakte het niet. Je kan niet op de naam. Ik kan niet op de naam, ja. Dan, ja, ik denk dat het, als we naar de score kijken, dat het lastig wordt om in de top 3 te eindigen. Ja, maar we gaan natuurlijk gewoon voor de meest goede vragen in de shootout. Ik hoef maar 28 vragen goed te hebben. Wat is de vermenigvuldigingsfactor? De vermenigvuldigingsfactor is 3. 3? Ja. Oké, nou, dan moet je... Ja, 28. Dat heb je wel snel berekend. Ja, ja, ja. Als je meer dan 13 goed hebt, dan heb je toch al een soort van eretitel. Ja, want heb je de meeste aantal vragen goed tot nu toe. Ja, er is een record is op dit moment 13 van Jack, inderdaad. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Jij ook? Ja. Dan gaat de tijd lopen als ik begin. Wat is het eerste boek na de evangelie? Handelingen. Wie werd 's ochtends wakker in zijn gevangeniscel en mocht 's avonds in een paleis slapen? Jozef. Welke man moest een staf omhoog houden om een veldslag te winnen? Mozes. Hoeveel stenen nam David mee op weg naar Goliath? De 7. 5. Welke vruchten waren afgebeeld op de zomer van het bovenkleed van de hogepriester? Druiven. Granaatappelen. Hoeveel verspieders zond Mozes om Canaan te verkennen? 12. Hoeveel verspieders zond Jozua om Jericho te verkennen? 2. Welke broer van Jozef was van plan om hem uit de put te bevrijden? Ruben. Welke profeet was de opvolger van Elia? Elisa. Wie leed de schipbreuk en bracht de hele nacht en dag door in de golven van de zee? Paulus. Uit hoeveel boeken bestaat de Torah, ook wel de boeken van Mozes? 5. Naar welke stad stond Paulus zijn langste brief? Korinthe. Rome. Jozef werd in de put gegooid, maar welke profeet werd ook in de put gegooid? Daniel. Nee, Jeremia. Welke weesmeisje werd koning van Perzië en Medië? Esther. Welke profeet liep 3 jaar lang naakt en barrevoets rond als het teken van Egypte? Pas. Hoeveel kinderen had Mozes? 2. Welke rechter had 70 zonen? Salomo. Gideon. Wie werd 3 keer in zijn slaap door God geroepen en dacht eerst dat het iemand anders was? Samuel. Tijd. Ja. Ja, Samuel was goed, maar laatste, was het binnen de tijd. Doen we mee rekenen, laatste doen we mee rekenen, ja. Die granaatappelen, was dat, dat wat zei je daar? Druiven. Druiven. Ja, nee, is dat is ja, echt wat anders. Ja, ja. Ja. Nou, ik had je achtergrond toch wel verwacht dat je die goed zou hebben. Ja, ja. Oude Neil toch niet alles goed doorgegeven. De vragen moeten je maar net liggen, zeg maar. Ik heb al een andere ronde dan... Maar toch een hele mooie tweede ronde. Of derde ronde, hoe we het ook noemen. Je had er 12 goed. 12. Kijk. Keer 3. Nou, dan mag je toch wel meten met de beste, vind ik. Die eerste ronde heeft je een beetje genekt. Het is heel goed dat ik kennis kan halen in de kerk, alsnog, hè? Nou, mooi. Toch? Ik kan altijd nog mee gaan doen aan het 3JDDB Bijbelleesprogramma. Ja. Dan steek je misschien nog wel wat op van ons jurylid Henk Imtoorn. Maar dat heb je vanavond ook gedaan. Zo is het. Weer wat geleerd. Ja. Hey, bedankt. Dankjewel. Nou, als je denkt van, kan ik nog meedoen? Nou, dat is eigenlijk niet meer mogelijk, want we hebben nog 1... aflevering met nog een deelnemer. En dan daarna gaan we met de top 3 strijden om toch wel de uiteindelijke winnaar. En dat wordt een hele spannende aflevering. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Na deze aflevering nog 2 uitzendingen met de 3JDDB Bijbelquiz. En dan zullen we zien wie toch die eretitel krijgt. Helaas niet voor Paul, maar het was succes, mannen. Leuk om je hier te hebben. Yes. Nou, dan kun jij misschien een beetje zo ronddraaien.
En nu is het een kwestie van wachten. Heb je vandaag nog iets leuks gedaan? Ja, naar school geweest. Naar school geweest. Hoe ging het op school? Goed. Ja, wat heb je gedaan? De hele tijd geleerd en buiten gespeeld. En oh, dat is wel leuk. Het ziet er goed uit. Hey jongens, moment van de waarheid. Jim en ik gaan samen proberen in één keer de pannenkoek zo in de lucht te gooien en om te draaien. 1, 2... Komt hier. Zo, Jim! Als jij nou thuis een pannenkoek bakt, wat doe je dan het liefst op je pannenkoek? Poedersuiker. Poedersuiker, ik ook. Ik vind dat zo lekker. Ja, of... Bastardsuiker. Bastardsuiker is ook lekker. Weet je wat ik ook heel, heel lekker vind? Nutella erop. Chocola. Oh, dat is mijn broer. Oh, echt waar? Doet hij dat altijd? Ja. Ik vind dat ook zo lekker, maar... Oh, kijk, volgens mij gaat deze wel lekker. Ja, volgens mij die voor mij ook. Vlots. Die voor jou kijken? Kijk, dit begint erop te lijken. Ik denk dat oma deze wel heel erg lekker gaat vinden. Ja. Ja. Super. Doe ik hem ook erop. Jim, wat gaan we nu doen? We gaan nu de pannenkoek opstapelen en de dingen ertussen doen. Mm-hmm. En we hebben echt heel veel lekkere dingen staan. Kijk eens, vriend. Doe jij het er lekker op. Een lekkere dikke laag. Ja, dit gaat lekker. Nou, dan ga ik alvast de aardbeidjes snijden, want die kunnen we straks lekker erbovenop doen. Kijk. Nou, we hebben nog heel wat pannenkoeken te gaan. Nu doen we denk ik dan weer chocopasta. Weer lekker chocopasta. Is de pot al leeg? Nee, nog niet. Nee? Samen met mijn opa krijgt hij... Het is echt zoveel. Moment van de waarheid, jongens. De laatste pannenkoek. Lekker poedersuiker. En nu kunnen we een beetje alle toppings erop doen. Nou, oma, het is een flinke taart geworden, hè? Ja. Maar hij komt... Naar jou toe. Naar jou toe. Dikke kus. Doei. Doei. Oh, het ruikt echt heerlijk, hè? Oh, en het zag er ook prachtig uit. Ja. Echt. Nou, ik vind het heel lief dat Jim het voor zijn oma heeft gedaan. Ja, en die lucht blijft dan ook nog gewoon hangen, hè? Ja. Dat is het erge. Het is al weer weggehaald. Maar die lucht die blijft gewoon nog. Het is ook wel gewoon een les in zelfbeheersing. Ja, we kunnen toch nog een beetje genieten, zo kan je het ook zien. En misschien kunnen we het thuis gewoon namaken. Ja, we kunnen het namaken, maar ik moet ook een beetje aan de lijn denken. Oké. Dus, nou, ik zag nog wel wat aardbeidjes in de keuken staan, dus misschien kunnen we daar gezond van snoepen. Ja. Nou, gezond, ik weet niet of dat direct het kernwoord is van de volgende familie. maar gezellig wel, denk ik. Gezellig wel, want we gaan kijken naar de laatste aflevering van Harry en Tina in een heerlijk huisje vol. Nou, we hebben twee afleveringen gezien. Gezellige boel. Hoop kinderen, hoop chaos en ook in deze laatste aflevering gaat er wel wat gebeuren hoor. Ik ga nog niks verklappen, maar spannend wordt het wel. Ik ben benieuwd.
vandaag? Wij hebben een hele blijde boodschap voor jullie. Oh, wacht even, Harry! Ik moet wat met mijn boodschappen doen. Harry, ben jij er wel? Ja, vaas. Zo, hoeveel je tussen de deur? Goedenavond, zeg het u thuis. We hebben een hele mooie boodschap voor u. Kunnen we het daar even over hebben? Ja, mooie boodschap, moet je eens luisteren. Wij zijn al bekeerd en we zijn van de Baptisten gemeente Kortrijk. Daar zijn we heel erg tevreden mee, dus geef het blaadje maar aan de buurvrouw. Ah, fijne avond, succes, dag, later. Goed zo, Harry. Tien, het is klaar hoor. Weet je wat het nou allemaal is? Kijk, ik ben hartstikke blij op mijn tien en de kinderen. Maar ze onderschatten gewoon hoe druk leven het is. Je bent de hele dag aan het werk, je komt thuis, die koters. Dan moet je ook nog omkijken. Die vrouwen hebben het maar makkelijk, maar dat wil ze niet durven. Toegeven. Nou, ik ben er klaar mee. En weet je wat ik nog het ergste vind van zo'n dag werken? Zo'n papiercontainer, de mensen maken er geen kleren zo van. Niemand die het opruimt. Wie doet dat weer? Harry! Oh, Harry! Harry! Ik denk dat het begonnen is. Ik denk dat nummer 12 is op komst. Kom je naar boven, Harry! Oh, Harry, moet je nou eens zien. Het is er niet één, het zijn er drie. Drie nieuwe roosjes. Ach, Harry, ik ben zo blij. Ja, Tien, dat meen je toch niet? Ik krijg het er helemaal benauwd van. Het is tijd voor mijn vitamintjes. En vandaag ging het eigenlijk ook best goed, Helena. Ja, het voelt net of ik niet ben weg geweest. Nee, dat is helemaal zo. Nou, ik weet niet in welke samenstelling de volgende uitzending gepresenteerd wordt. Dat blijft gewoon een verrassing in deze tijd. We zullen het wel zien. Hè? Hopen dat we allemaal gezond blijven. En Jaap wensen we natuurlijk gewoon een verder herstel toe. Jaap, we hopen je snel nog hier te kunnen zien. Dat je toch nog een van die laatste afleveringen je plekje hierin kan nemen. En we gaan eruit, hè? Met het laatste item. We gaan eruit. We gaan weer verder met Hoop doet leven. Daar sluit mee af. En ik moet zeggen dat ik probeer met Veelin ook al het een en ander bij te brengen. En vooral op muziekgebied. Want het schijnt dat je in de eerste 8 maanden een kind nog perfect gehoor kan aanleren. Dus af en toe zet ik even wat gehoortraining aan. Maar Henk heeft ook een heel bijzondere training voor zijn kleine. Dus daar gaan we nu naar kijken. Maar natuurlijk, voordat we dat gaan doen, willen we jullie eerst onwijs bedanken dat jullie weer gekeken hebben. Hopelijk hebben jullie net zo genoten als wij. En we zien jullie graag volgende keer over 2 weken op woensdagavond weer bij ons terug. Fijne avond. Ja, fijne avond. En wil je nog aanmelden voor een op de post? Mail dan naar evensamen@kerkdichtbij.nl. Doeg! Al zijn hovelingen en aan zijn gehele land en getuigen al het machtsbetoon en alle schrikwekkende grote daden die Mozes ten aanschouwen van geheel Israël gewrocht heeft. Zo, dat waren de eerste 5 boeken van Mozes. Dan heb ik u goed opgelet hoor. Ja, je was natuurlijk teleurgesteld dat het afgelopen was. Dat snap ik. Hé, Levi, we zijn hier om jouw broertje voor te stellen. Wie is jouw broertje? Nathan. Nathan, hè? Ja, dit is Nathan. Alleen maar. Nathan. We zeggen alleen maar Nathan, inderdaad. En Nathan is al 1 jaar. Nee, ja. En Nathan is al 1 jaar, dat moet je ook niet zeggen. Oh, maar de mensen willen graag wat weten over Nathan. Want Nathan hebben ze nog nooit gezien. Nee, ja. Want die is nog niet bij de kinderkerk geweest. En jij wel. Maar Nathan nog niet. Nou, en hij is op 5 mei geboren. En is alweer een jaartje terug. En hij kijkt ernaar uit om ook bij de kinderkerk te komen. Nou, zullen we even kijken, Levi, of jij goed opgelet hebt? Ik heb nog even 2 vragen aan jou, Levi. Kom eens hier. Helemaal aan het begin, in Genesis, heb ik een vraag. In hoeveel dagen heeft de Heere God de hemel en aarde gemaakt? Weet jij het antwoord? In 6, inderdaad. En dan nu een moeilijkere vraag hoor. Op elke dag zegt God, hij zag wat hij gemaakt had en hij zag dat het goed was. Hij zegt het op elke dag, behalve op 1 dag zegt hij dat niet. Welke dag is dat? Weet je dat? Laat het zien aan de mensen. Inderdaad, dag 2. Ja, en daar zit waarschijnlijk natuurlijk wel een bijzonder verhaal achter. Maar dat gaan we een andere keer bespreken. Nou, kom je nog even hier bij je papa? Zo, gaan we nog even zwaaien naar de mensen. Ga maar zwaaien. Zeg maar doei, ga maar zwaaien. Doei.
Piep, piep.